Breda stond deze week in het teken van onveilige balkons in Brabant Park en Geert Wilders die een campagne kan voeren in onze stad. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Iedere week informeren wij u over de Bredaanse gebeurtenissen van afgelopen week. We beginnen met een foto-expositie in de Willemstraat die aandacht vraagt voor mensenhandel. Open je ogen, een reizende fototentoonstelling die aandacht vraagt voor slachtoffers van mensenhandel. In de Willemstraat staan 15 dubbelzijdig beplakte portretbillboards die de voorbijganger bewust maken van deze verborgen problematiek. Allereerst alert zijn op een situatie waar je denkt van, hey, is dit eigenlijk wel normaal of is hier iets bijzonders aan de hand? Dan kun je dat altijd melden. Melden begint het altijd. Je bent een meld als je georganiseerde criminaliteit meldt. En je verlinkt niemand. Nee, je zorgt ervoor dat mensen, laat ik zeggen, worden beschermd. Melden, alert zijn. De meeste mensen denken inderdaad vooral bij mensenhandel aan gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting. Maar de mensenhandel heeft heel veel diverse vormen. Zoals kinderen die worden gedwongen om te gaan stelen. Dus gedwongen criminaliteit noemen we dat. Gedwongen bedelarij. Denk aan de straatmuzikanten. Of aan de zakdoekjeslegger in de trein. Je bent soms ben je er niet van bewust dat er sprake zou kunnen zijn van mensenhandel. Maar als je je pak laat vermaken voor slechts 10 euro, dan kun je wel afvragen, hoe kan iemand nou een pak vermaken voor 10 euro? Onder welke omstandigheden moet degene die dat doet, dat werk doen? En als je dat dan op een gegeven moment beseft, misschien als je deze verhalen leest, dat je denkt van, het is wel goedkoop, maar het voelt niet goed. Hoe zwaar zijn dit soort vergrijpen dan? Want het klinkt een klein beetje onschuldig, een zakdoekje verkopen. Denk je, ja, dat is net zoiets als je een keer je portemonnee wordt geroofd. Moet je het zo zien? Nee, deze mensen die zitten gevangen in de situatie. Die worden keer op keer weer ingezet voor dit soort activiteiten. Mensenhandelaren verzinnen ook steeds iets nieuws waar ze geld aan kunnen verdienen. Er is een mensenhandelaar die is veroordeeld en die heeft eens gezegd, drugs kan je maar één keer verkopen, kan je maar één keer geld aan verdienen. Maar aan mensen, zolang je ze in leven houdt, kan je er geld aan blijven verdienen. En zo moet je dit soort vormen van uitbuiting natuurlijk zien. Waar de wereld voor deze mensen terug begint, hè, laten we het zo maar zeggen, is bij het voornemen om eruit te stappen. Ja. En om zitten letterlijk gevangen. Letterlijk gevangen en waar ze zoekende zijn naar mensen die hen daar kunnen wij ondersteunen. Soms kan je gewoon niet weg, omdat je... Je beschikt niet over je identiteitsbewijs, je beschikt niet over je paspoort, je hebt geen geld. Wat je hebt zijn de kleren waar je in, die je aan hebt. Je spreekt de taal niet. Dat ook. En er is daarnaast is er een serieuze intimidatie en een serieuze dreiging vanuit diegenen die vanuit mensenhandelaren. Mensen dus de hoop en de perspectief bieden dat ze als ze zo'n stap zetten dat dat zich loont. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Breda, met name Brabant Park, haalt deze week het landelijke nieuws. Bewoners van een appartementencomplex mogen namelijk niet meer hun balkon op. Inwoners van zo'n 160 appartementen in Brabant Park kregen gisteravond een dringend verzoek om hun balkons niet te betreden. Na onderzoek van Wonen Breburg bleek dat er in totaal 320 balkons onveilig zijn. De betonvloer van verschillende balkons zou niet sterk genoeg zijn. Uit voorzorg zijn hekken rondom de flats geplaatst. Aanstaande woensdag begint een aannemer met het tijdelijk ondersteunen van de balkons met palen. Dinsdag 21 maart moet dit werk klaar zijn en kunnen de balkons weer veilig gebruikt worden. Een stoeptegel die eruit ligt of een fiets die al wekenlang in een lantaarnpaal hangt. In onze nieuwe rubriek Werk aan de winkel besteden we hier kort aandacht aan en wij kunnen uw hulp goed gebruiken.
Afgelopen woensdag was PVV-leider Geert Wilders in Breda om campagne te voeren. En wij waren erbij. Na een lek in zijn beveiliging heeft Geert Wilders in de stromende regen zijn campagne hervat in Breda. Begeleid door tientallen beveiligers en politie trok Wilders woensdag door de Ginnekenstraat om Bredanaars te spreken. U bent hier speciaal voor Wilders gekomen? Nou, het leek me wel interessant om de nationale clown eens in het echt te zien. Okay. U bent tegen hem, neem ik aan? Nou, ik ben niet zozeer voor het benoemen van, tegen het benoemen van problemen, zeker niet. Alleen dan moet ik met een oplossing komen, verantwoording dragen, niet weglopen voor debatten, niet weglopen voor confrontaties. Dat doet hij wel. Dus ja, dan ben je ook niet waard om die hele poppenkast over je af te roepen. Doordat Wilders nu voor het eerst weer ging flyeren, was er veel belangstelling van zowel nationale als internationale pers. De grote massapers probeerde Wilders zoveel mogelijk in beeld te krijgen en de nodige vragen te stellen. Meneer, u heeft een heel mooi bord, zie ik. Mag ik hem zien? Wat staat erop? PVV weg en mee vluchtelingen welkom. En waarom bent u hier vandaag? Ik ben hier om te protesteren tegen het vergif dat meneer Wilders hier komt zaaien. Het racisme, de haat tegen moslims. Afkeer van vluchtelingen. Ik ben er fel op tegen. Ik hoop dat hij 0 zetels wint volgende week. Niet alleen de pers was aanwezig, zowel voor- als tegenstanders van Wilders waren massaal op straat te vinden om even een foto te maken, een vraag te stellen of een mening te uiten. Nou, ik vond dat heel positief. Een positieve uitstraling. Die man is super vriendelijk. En zo. Het is niet de buitenkant van mensen waar wij ons druk over moeten maken, maar het gaat om het innerlijk. Het gaat om de mentaliteit. Als mijn veilige toekomst, als mijn veilig leven 100% in vooruitzicht wordt geboden, dan ben ik tevreden, dan ben ik dankbaar. En dan probeer ik me aan te passen. Maar dan ga ik niet naast mijn schoenen lopen, en dan ga ik niet kapsones lopen leveren. En dan ga ik niet zeggen, ja, ik word langs die kant slecht behandeld, ik word langs die kant slecht behandeld. En ik vind dat Zwarte Piet niet meer mag tijdens Sinterklaas. Mijn bijdrage is een tegengeluid geven. Dat is natuurlijk helemaal geen bijdrage, want meneer kijkt nog veel te blij. We zijn natuurlijk met te weinig. Dus hij houdt hier zijn triomftocht. Maar ik zie dat een paar van zijn aanhangers zich wezenloos ergeren dat ik hier rondloop. Dus kennelijk raak ik toch een gevoelige zenuw. En ik kom ook mensen tegen die zeggen, goed dat u hier staat. Dus ja, ik denk maar alle kleine beetjes helpen. Heeft u nog wat support nodig in Breda of denkt u dat het wel goed komt? Nou, als ik zo om me heen kijk, dan in de stromende regen op een doordeweekse dag, dan is support genoeg voor deze man. Wat vindt u nou het allerbelangrijkste standpunt van hem? Dat we onze eigen cultuur moeten kunnen behouden. En natuurlijk ontbreekt ook onze straatvraag niet. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vraag op Straat. Vandaag is het de internationale dag voor de vrouwen, dus gaan wij aan de Bredana's vragen wat vrouwen nou beter kunnen dan mannen. Nou, vrouwen die zijn veel veelzijdiger dan mannen. Die zijn echt dat die dus een paar dingen tegelijk kunnen. En mannen die zijn soms een beetje rechtlijnig. Nou, wat kunnen de vrouwen beter dan mannen? Volgens mij heel veel, maar ik denk dat mannen ook onmisbaar zijn. Wat vrouwen beter kunnen dan mannen? Nou, ik zou het niet zo weten. Wat toevallig geweldig strijken, dus dat kan ik niet. Nou, en ik kan weer koken en dat kan hij niet. Die kunnen multitasken, laat ik het zo zeggen. Van alles. Van alles. Iets specifieks wat uw vrouw beter kan dan u? Ja, dirigeren. Oh. Nou, wat we. Ja, dat sowieso. Dat we meer dingen tegelijkertijd kunnen. Maar we kunnen, ja, we kunnen eigenlijk alles wat mannen ook kunnen. Multitasken, dat wou ze zeggen. Luisteren. We eindigen dit weekoverzicht met onze nieuwe rubriek Mijn Plek. In Mijn Plek laten bekende en markante Bredanaars hun favoriete plek in Breda zien. In de eerste aflevering volgen we Marlies Dreesen, directeur van de VVV. Ik heb voor de Willem Merkstraat gekozen. Iedereen weet natuurlijk waar die is, midden in het centrum. Een openbaar park waar mensen de hele dag in kunnen vertoeven.
Waarom Merckxtuin? Omdat Merckx een vriend van mijn vader was. Die heb ik dus vroeger heel veel meegemaakt. Die is ook een soort peetvader van mij geweest toen mijn vader overleed. En ik heb mee mogen werken aan het afscheid van Merckx. Toen hebben we deze aan de bevolking cadeau gegeven, deze burgemeester Merckxtuin. Dus dat zijn allemaal dingen waardoor, en als last but not least, de beelden. Ik ben gek op beelden en dit is een echte beeldentuin. En dan zeg ik last but not least, maar ik bedoel eigenlijk nog daarbij dat je een fantastisch zicht hebt op onze grote lieve vrouwenkerk. Mensen die eenmaal de stap hebben gezet naar onze stad, komen altijd terug. Het is een stad waar het heerlijk vertoeven is. En dat zeg ik uitdrukkelijk ook bij de Bredanaar. He, want het is de combinatie Breda en de Bredanaar die deze stad zo heerlijk maken. Het is een combinatie met leuke winkels, goede historie, goede horeca, diversiteit aan horeca. En heel belangrijk, een compact centrum. He, dus alles is op loopafstand. En dat maakt Breda ook heel aantrekkelijk. Dit is mijn plek in Breda, de burgemeester Willem Merckxtuin. Dit was ons allereerste weekoverzicht. Ik wens u een fijn weekend en hopelijk tot volgende week.